Dan moeten we nu tot slot helaas weer uw aandacht vragen voor een moordzaak. De daders trekken de dekens over de hoofden van het echtpaar Bruns heen, zodat die niets meer kunnen zien. Wat het programma zo bijzonder maakt is de samenwerking. De unieke samenwerking tussen de publieke omroep, politie en justitie. En ook eigenlijk hoe mensen thuis worden aangesproken. Ik keek het altijd voordat ik minister was en ik kijk het nog steeds. Maar waarbij je echt wordt aangesproken op het feit dat je alert moet zijn. Dat je om je heen moet kijken. En ook dus als je iets ziet waarvan je zegt, hey, ik heb hier informatie, dat je daar dan kunt handelen. En de vele aanhoudingen die vervolgens volgen na uitzendingen, ja, maken dat het echt ontzettend bijzonder is. En we zien ook trouwens de interesse vanuit andere landen. Dat mensen hier naartoe komen vanuit politie, justitie, om te kijken, hey, hoe doen jullie dat nou? Dus het is met alles erg bijzonder. Televisie gebruikt om boeven te vangen, kun je zeggen. Ik vind het een schandelijk programma zelfs. Ik heb er grote bezwaren tegen. Ik herinner me ook heel goed de discussies die ook wij voerden met collega's. Kunnen we dat nou wel doen? Want het zou zomaar eens een heksenjacht kunnen opleveren. Die angst is allemaal niet bewaarheid geworden. Vanaf het begin merkten we al dat er veel mensen geïnteresseerd waren en dat er ook veel tips en adviezen kwamen, meteen al. Dus de onmisbaarheid van het programma werd al vrij snel eigenlijk bereikt. Dat hij ontslagen is, maar dat is niet helemaal duidelijk. Eén en twee, is hij voordat hij in Amsterdam actief was. 2008 is hij Nederlander geworden. En dat is wat wij op het ogen. Ik was als ambtenaar zeer nauw betrokken bij de zogenaamde Amsterdamse zedenzaak, de zaak van Robert N. En ik was zelf in die eerste 48 uur dat we wisten dat er iets aan de hand was en wat er aan de hand was, erg betrokken bij het goed organiseren dat we de betrokken ouders op tijd konden informeren voordat de pers het zou weten, voordat het een heel groot ding zou worden, dat je eerst mensen goed benadert. Het was zeer, zeer aangrijpend, zeer ingrijpend. Natuurlijk op de allereerste plaats voor de slachtoffers en hun ouders, want het ging over hele jonge kinderen. Maar het was ook echt op het moment dat die foto werd getoond bij opsporing verzocht, hè, van een kindje. Wie herkent het kindje? En om dan die zaak aan het rollen te krijgen, dat heeft zoveel impact gemaakt. Daar is dan op gereageerd. Iemand herkende het kindje. Iemand wist ook wie heeft de foto genomen. Zo kon men achterhalen dat wie er gezocht werd. En ook dat er fors misbruik werd gemaakt van hele, hele jonge kindjes. Ik denk dat het hele land, en zeker Amsterdam, zeer heeft geraakt. En ook daar heeft opsporing verzocht echt een cruciale rol in gespeeld om ervoor te zorgen dat we ook die zaak, nou ja, echt konden uitlopen en degene konden pakken die je moest hebben. Dat was heel heftig. Een ander voorbeeld, wat ook wel tot een hele belangrijke oplossing kwam, is in 2017 geweest. Waarbij in een onderzoek tegen No Surrender een stukje van een tapgesprek is beluisterd kunnen worden door kijkers en luisteraars. En dat tapgesprek was eigenlijk een soort live mishandeling van een slachtoffer die wij niet kenden. De oproep was aan het slachtoffer, meld u. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd en dat heeft een hele belangrijke bijdrage geleverd aan de waarheidsvinding in die zaak. Alleen samen kunnen we doen wat nodig is om misdadigers, om criminelen te pakken. Dus de betrokkenheid van een ieder in ons land is ontzettend belangrijk. En ik denk dat opsporing verzocht ook ons niet alleen als toeschouwers neerzet, maar ook juist is actief hoe we dit gezamenlijk met elkaar kunnen doen. En als je dan informatie hebt, als je iets hebt gezien, als je vermoedt dat je iets hebt gezien, dat je ergens melding van kunt maken en die misdaadbestrijders die dag en nacht bezig zijn voor onze veiligheid ook echt kunt helpen. Wij willen natuurlijk zaken tot een goed eind brengen. Wij willen slachtoffers helpen en wij willen uiteraard verdachten voor de rechter brengen. En kijkers moeten niet onderschatten wat voor een belangrijke bijdrage ze kunnen leveren door het geven van tips. Nou ja, ik denk dat bijna alle Nederlanders, dat het hoort een beetje bij ons, bij de cultuur bijna, hè? Bij ons context van in Nederland. Ik ken eigenlijk niemand die het niet kijkt, laat ik het zo zeggen. Dus ik hoop ook dat de trouwe kijkers blijven kijken, vooral mee blijven denken, vooral ook meldingen blijven doen, vooral meehelpen aan het oplossen van zaken en het bestrijden van de misdaad. Ja, dan zou het zomaar nog eens 40 jaar door kunnen gaan.